Hoe doe je dit? Gewoon een beetje lopen. Ik ben Glenn de Blois, 23 jaar en ik doe een snowboardcross. En wij gaan hier vandaag bij SBO De Sponder hetzelfde proberen. Ja, laten we maar snel beginnen dan. Het is natuurlijk niet hetzelfde als dat je in de sneeuw bent, maar dit heeft ook allemaal te maken met timing en explosiviteit en snelheid. De manier waarop hij doet is wel heel bijzonder, want dat is heel erg lastig. En dat heeft er ook mee te maken, omdat ja, tijdens het parcours dan word je moe. Dus dan gaat je hartslag gaat heel erg omhoog. En dan is het ook lastig om je te blijven focussen en om goed evenwicht te blijven houden. Hij deed er 53 keer over even dat lukte. Oh, dat ga jij sneller doen, toch? Ander, ik ga proberen om het zelf van te maken als jij, maar waarschijnlijk ben jij beter. Poging 1. Kijk, deze ging niet. Die moest ik hebben. Poging 2. Poging 3. Alles in één keer goed. Dat is het moeilijkste. Ik ben kapot, of niet? Ja. Moet jij een keer proberen? Makkie. Doodeng. Ja, hangen en dan klimmeren. Help! Dit is voor balans waarschijnlijk. Oh, maar dit is... Oh. Is het niet levensgevaarlijk? Nee joh, natuurlijk niet. Hoe doe je dit? Gewoon een beetje lopen. I made it! Skateboard, dat kan niet nooit. Dus omdat wij hier natuurlijk in Nederland geen bordercross kunnen bouwen, omdat ze dan op dat moment niet in de sneeuw trainen, dan kom je bij zoals dit uit. Yes! Had wel een handje van Glenn nodig, maar ik heb het in één keer gedaan, Glenn. Ja, je bent echt super goed. Poging 8. Pogingen. Minder dan 53. Dat is ook een stuk makkelijker. Kunnen mensen dit thuis nou ook? Je kan eerst makkelijk beginnen en dan steeds moeilijker opbouwen. Of je neemt Glenn mee, zodat je een handje van Glenn kan krijgen tijdens het parcours. Ja, dat kan ook. Moet je maar even bericht sturen, komt langs. Nou, je hoort het. Dan kan je het in één keer.